Jan Schuiken van der Bos, een nieuwe functie voor u. U wordt toernooidirecteur van het EK Korfbal in Dordrecht. Ja, wat houdt dat precies in? Ja, dat moet ik ook nog ervaren. Dat weet ik ook nog niet zo goed. Ik begrijp in ieder geval wel dat ik, laten we zeggen, een soort woordvoerder, een gezicht ben van het toernooi. En dat houdt in dat je alles wat je naar buiten moet gaan vertellen, dat ik dat ga doen. Namens de organisatie van het toernooi zal ik de woordvoerder zijn. En ik denk dat het in het kort inhoudt. En daarmee zal je ook wel vrij veel naar buiten toe treden. Ja, denk je ook dat u in de aanloop naar het toernooi het steeds drukker zou krijgen? Want wat zijn dan uw taken? Ook de promotie een beetje? Ik denk dat het in eerste instantie gaat om het toernooi zelf. Dus die week zal je wel continu zeg maar, in die rol zitten. In de weg ernaartoe zullen er allerlei activiteiten ontplooid worden. Ik weet nog niet eens precies helemaal wat, want dat is allemaal nog in bewerking. Maar daar zal ik zeker bij betrokken zijn. Dus het is niet alleen maar een week, het is echt wel een traject van nu tot aan eind oktober. En waarom doet u dit? Omdat het mooi is. Het is leuk. Het is leuk dat je ervoor gevraagd wordt om dat voor dit EK te mogen doen. Ik ben er best wel trots om het KNKV te kunnen vertegenwoordigen en daarmee het korfbal. Het is natuurlijk in Dordrecht, hè, als stad echt centraal ook, alleen in Dordrecht. Wat verwacht u daarvan? Nou ja, wat ik ervan verwacht in Dordrecht is dat het een goede plek is. Ik ken Dordrecht relatief goed, omdat ik er lang gecoacht heb. Er zijn 5000 korfballers alleen al in deze stad. En ik geloof dat er, zeg maar, om een uitverkocht huis te halen, heb je aan 5000 genoeg. Dus ik verwacht gewoon alle korfballers van Dordrecht minimaal in die hal. En als het kan, moeten we dan nog veel mensen eromheen hebben. Maar ik denk dus dat het gewoon een prachtig toernooi gaat worden met heel veel aandacht. Ja, ook voor de wedstrijden waar Nederland niet actief zou zijn? Ja, dat denk ik wel. Want ik denk dat er heel veel landen vertegenwoordigd zijn, 10 landen. En al die landen die hebben op een of andere manier een support in Nederland. En iedereen is ook heel nieuwsgierig naar de ontwikkeling, hoe hard het gaat. Dus ik verwacht dat daar ook wel behoorlijk belangstelling voor zal zijn. Dus dit jaar ook 10 landen, hè, in plaats van 16. Komt dat het toernooi ten goede? Ik denk het wel, want anders wordt daar niet voor gekozen. Maar waarom komt dat het toernooi ten goede? Nou, dat is even uitleggen, want we hadden altijd 1 keer in de 4 jaar een toernooi. En nu gaan we naar elke 2 jaar. En dit is de eerste keer dat dat extra EK ertussen komt. En nu zitten we dus. Nu doen we het met 10 landen. Maar over 2 jaar is het 16 landen. En dan blijft het ook altijd 16 landen. Dus ja, dat is eigenlijk er naartoe groeien. Het is een soort proloog naar de volgende. Maar is het misschien wel kwalitatief nu beter dan? Dat er misschien 10 landen meer tegen elkaar aan zitten qua niveau? Ja, maar dat is ook weer ondervangen in de volgende opzet. Nu spelen we in 2 pools en die zijn gelijkwaardig aan elkaar. En in de toekomst, dus in 2018, dan spelen we in 2 pools van 8. En dat zijn ook verschillende niveaus. Dus je hebt een categorie 1 en een categorie 2. En die spelen alleen tegen elkaar. Dus dan heb je een EK op 2 niveaus. En nu, dit is een EK op 1 niveau. Dus te verwachten valt natuurlijk ook wel dat de landen zoals Nederland en België, dat die wel weer de finale gaan halen dit keer. En dat probeer je dan de volgende keer te voorkomen dat ze al in een eerder stadium tegen elkaar spelen. Nou, die zullen zeker bij elkaar in de pool zitten en dat blijven natuurlijk gewoon de toplanden. En ja, dat zie je in heel veel takken van sport, dat gaat heel vaak tussen dezelfde landen. Maar we wachten allemaal natuurlijk ook een beetje met hoop op dat er een ander land doorbreekt en laten we zeggen een keer Nederland of België verslaat. Dat is zeker waar. Kunt u niet vertellen dat u hoopt dat Nederland gaat verliezen tijdens de EK? Nee, dat kan ik natuurlijk zeker niet zeggen, want ik hoop dat Oranje weergeloos speelt en dat wij dat toernooi gaan winnen. Maar laten we zeggen, als je kijkt vanuit een internationale hoek, dan hoop je dat er een keer een doorbraak komt in dezelfde finale. En wat mij betreft moet dus de Belgen dan maar verslagen worden.